Kamervragen over gesteld. Van hoe kan dat? Dat een half jaar na de oorlog daar nog kennelijk zoveel munitie ligt in die duinen dat er zo'n explosie kan komen. U moet u een beetje voorstellen dat het was als de vuurwerkramp. Op zeker moment, een paar jaar geleden, ik denk een jaar of 10 geleden, ik werkte bij de Haagse Krant, werd er gebeld door de receptie. Er staat hier een man aan de receptie die iets wil vertellen. Wij waren er nooit zo happig op, want het waren meestal surpietkamen. Aandacht vragen voor een of andere bridge drive of een dansavond of een nieuwe parfumlijn of doe maar op. En dus meestal als dat telefoontje kwam, kan er iemand van de redactie naar beneden komen. Dan dook iedereen onder zijn bureau. Ik was te laat, dus ik was de pineut. Ik moest naar beneden. Daar stond een hele vriendelijke heer. En die zei, ik wil u wat vertellen. Heeft u wel eens van die explosie gehoord? Nou, daar had ik eerlijk gezegd nooit van gehoord. Maar hij vertelde me het verhaal van die explosie. En hij zei, degene die dat heeft gedaan, dat was ik. Hij vertelde hoe hij met een vriendje de duinen in was gegaan. En ze hadden die explosieven gezien. En als jongetje van 12 vind je dat natuurlijk reuze interessant. Dus ze hadden lekker op een gemakje met z'n tweeën al die bunkers leeggehaald. Alles in één bunker gestopt. De deur dicht gedaan. Met kruid een spoor gemaakt. Zijn vervolgens achter een duintje gaan liggen. Hebben dat kruid aangestoken en gedacht van, nou dat wordt een mooie knal. Nou dat werd zeker een mooie knal. Want de hemel kleurde zwart. Zo erg was het. Die jongens die zijn natuurlijk rotgeschrokken. Die hadden dit nooit verwacht. En toen kwamen fietsen ze terug naar huis. En toen zagen ze al die schevelingers reddeloos voor hun huis staan. Met alle ruiten eruit.